Zoals jullie misschien wel weten, heb ik net mijn allereerste kerstcd uitgegeven. Die is opgenomen op het prachtige Metzler-orgel in de Sint-Anne-kerk in Duren. Daar staat een ontzettend mooi orgel. Ik heb er al heel wat keren op mogen concerteren en het is iedere keer weer genieten. Nou, nu wilden we er graag echt een cd opnemen met kerstmuziek. Er is al langere tijd vraag naar dat ik eens een kerstcd zou opnemen. Nou, hierbij dus. En ik wilde even kort met u de stukken doorgaan en even wat uitleg geven over hoe ik bij bepaalde liederen gekomen ben. En de eerste die ik ga spelen is van bekende organist Klaas-Jan Mulder. Het is een combinatie van drie liederen. O verblijdende, komt verwonderd u en het is geboren het goddelijke kind. Dat zijn drie kerstgezangen. Misschien niet allemaal even bekend, maar de melodieën zult u ongetwijfeld wel kennen. Nou, Klaas-Jan Mulder heeft daar een prachtige, feestelijke bewerking van gemaakt. Het begint ook gelijk heel feestelijk en vandaar ook dat het eerste stuk is geworden op de cd. Vervolgens ga ik een eigen improvisatie spelen over het lied Nu zij te wellen komen. Een heel oud lied al. Het stamt volgens mij al uit de 18e of 17e eeuw. En die heb ik ook uitgegeven als bladmuziek. Al wat langer geleden. Ik heb drie kerstbundels. Nou, die is ook ontstaan op volgens mij een kerstgroet. En, nou, die speel ik dus ook mooi ingetogen. Vervolgens speel ik een andere bewerking van mezelf. De cd. Ook een combinatie van twee bekende liederen. Joy to the World. En O Come All Ye Faithful. In Nederland zijn ze ook bekend als Jubelt uit. En Komt Allen Tezamen. Die is ook ontstaan in een kerstgroet. Kerstgroep bedoel ik datgene wat ik elk jaar weer doe. Dat doen we al best wel wat jaren, tegen het einde van het jaar, op YouTube. Even iedereen bedanken voor alle steun en alles eromheen. Dat is ook een mooie feestelijk stuk. Vervolgens speel ik een stuk van Johann Sebastian Bach over het bekende lied Nun komm den Heiden Heiland. Dat lied staat ook wel bekend in het Nederlands als Kom tot ons, de wereld wacht. Kent u misschien ook wel. Heel mooi ingetogen. Echt op zijn Bachs. Prachtige uitkomende stem. Gaat u vast ook van genieten. Dan The First Noel. Dat is een Engels kerstlied. Nog niet gek oud. Dat is ook ontstaan op een kerstgroet. Zo ziet u waar het allemaal vandaan komt. En die is ook mooi ingetogen. Er komt een kleine opbouw in voor. En zo eindigt hij weer. Het stuk dat erna komt is van Jan Zwart. Komt allen tezamen. Dat is echt een jubelend stuk. Van begin tot eind. Het volle werk. Daar komt het hele orgel langs. En ook de bazuin van het pedaal komt daar enorm krachtig naar voren. Dus dat is echt een klassiek stuk van Jan Zwart. Die speel ik ook al erg graag. Zo feestelijk. Gaan we weer terug naar wat zacht, wat ook de cd als titel gekregen heeft. O kom, Emmanuel. O kom, Emmanuel. God met ons, betekent dat. Dus ook een adventslied, net als Nu komt den Heiden Heiland. Echt een adventslied. Die is ook uitgegeven in een van mijn kerstbundels. Net als overigens Joy to the World. En die ook een mooie tokkelende begeleiding in het begin. Dat hoort u wel, klinkt erg mooi zo met de fluiten. Vervolgens hoor de engelen zingen de Heer. Die is ontstaan in een concert, een kerstconcert, samen met Martin Mans vanuit de Laurenskerk in Rotterdam. Daar staat zo'n beetje het grootste orgel van Nederland. Er zit ook een heleboel op. En daar werd ik geïnspireerd om te improviseren over het prachtige lied Hoor de engelen zingen de eer. Later ben ik daar met het schrijven van de bladmuziek wat dieper op ingegaan, wat dingetjes aangepast, allemaal wat completer gemaakt en wat u op de cd hoort, dat is het geworden. Ik ben zelf erg blij met het resultaat. Het heeft een mooie opbouw, het gaat naar een prachtige uitbundige climax toe en een eindkoraal. Dan ga ik daarna nog een andere mooie gecombineerde bewerking spelen van
twee liederen. God Rest Ye Merry Gentlemen en Carol of the Bells. De Carol of the Bells, dat is van het thema van een Oekraïense componist. En die twee hebben melodieus iets gemeen. Ze passen ontzettend goed bij elkaar. Ik ben niet de eerste die dat bedenkt. Dat hebben er al meerdere gedaan. Maar als u de beide thema's een beetje kent, dan ziet u zelf ook hoe mooi ze in elkaar passen. Dan ga ik een stuk spelen van Feike Asma. Heerlijk klonk het lied der engelen. Dat is helemaal gebaseerd op het lied van de engelen toen ze verschenen aan de herders. Waarbij ook wel het bekende lied Ere zij God van hebben. De woorden die de engelen zongen. Mooi, lieflijk koraal, zoals Feike Asma dat heel mooi kon bedenken. Om nog een beetje in dat lied van de engelen te blijven, speel ik daarna direct Het Ere zij God. Weer van Jan Zwart. Nou, net als die van Komt alle tezamen van Jan Zwart, is het ook met deze mooi uitbundig begin, maar ook prachtige ingetogen middengedeelte met een zachte Vox Humana in de uitkomende stem. En ik geloof ook een hobo, waardoor je dus ook heel mooi het contrast krijgt van aan God alle eer, maar ook het wonder van in de mensen welbehagen. Dan speel ik de herdertjes lagen bij nachten, dus het is heel grappig. Dan zijn we nog steeds in die scène, om het zo maar te zeggen, van de herders op het veld, waar de engelen verschijnen. Het gaat dus ook weer over hoe de herdertjes daar waren. En nou ja, ik vind dat grappig. Je leest de herdertjes lagen bij nachten, maar het waren waarschijnlijk hele stoere herders die daar op de schapen pasten. Nou, ervoor zorg droegen dat er geen wilde dieren bij kwamen, want die waren daar heus wel. Maar om toch een beetje in het idee van de herdertjes te blijven, is het ook een beetje een kinderlied geworden. Dat hoor je een beetje in de melodie, maar dat hoor je ook een beetje in mijn begeleiding. Gewoon heel tokkelend, een beetje gebroken akkoorden. Dit stukje is ontstaan in Betta Bare. Dat is de kerk waar ik vroeger organist was, in Voorthuizen. Ook daar een kerstgroet, ik geloof 2014. Ja, en ik weet nog wel dat ik daar met mijn vader was. En toen speelde ik ook over dit liedje. De herdertjes lagen bij nacht. Nou, dat kwam er dus uit. Vervolgens speel ik een prachtige bewerking over het lied Op u mijn heiland blijf ik hopen van Klaas-Jan Mulder. Het is mooi, want dit wordt in vergelijking met de vorige stuk op de cd een stuk persoonlijker. Het is echt een lied van de individuele christen die een persoonlijke verlangen kent. Een van de woorden van deze tekst is ook: vervul, o heiland, mijn verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbijt, uw komst verwacht. Het is ook weer zo'n adventslied, maar dan echt vanuit iemand persoonlijk vanuit zijn hart. Dat is weer anders dan Kom tot ons, de wereld wacht. Erg mooi, mooie bewerking ook van Klaas-Jan Mulder. Dan krijgen we nog de lofzang van Maria. Dat is ook zo mooi vanuit één christen. In dit geval natuurlijk vanuit de tekst Maria. Maria zingt dan: mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer mijn zaligmaker noemen. Dat is ook heel bijzonder, nadat ze natuurlijk de boodschap had gekregen dat ze zwanger was en een kind zou baren. De beloofde zoon. En tot slot A Holy Night. Klassieker, heel erg bekend. In het Nederlands ook wel bekend als O Heilige Nacht. Misschien iets minder vaak gezongen, want men neigt toch al gauw naar de Engelse tekst. Die is ook wel heel sterk. Dit is een heel lang lied eigenlijk. Het heeft een lange melodie. Heel rijk in variatie eigenlijk. Het is gewoon een hele mooie melodie met een climax. Die je natuurlijk ook moet verwerken in de muziek. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik denk dat het een mooi slot is van de cd. Om er gewoon een prachtig uitbundig eindkoraal van te maken. De laatste woorden van het lied zijn ook erg mooi in het Engels. Christ is the Lord. O praise his name forever. In Nederlands: Christus is de Heere, o prijs eeuwig
zijn naam. Als naar aanleiding hiervan uw interesse gewekt is, dan zou ik u van harte willen doorverwijzen naar de website. Dan kunt u daar de cd bestellen. En ik wens u dan ook heel veel plezier bij het luisteren van de muziek.